Met nog een klein uurtje spelen op de klok zit de stemming er nog steeds goed in bij de Amsterdamse studenten die een poging doen om het wereldrecord volleyballen te verbreken. Twee teams van in totaal 24 spelers zijn afgelopen maandagochtend begonnen en sindsdien is er onafgebroken gespeeld. Het is echt slopend, maar we gaan door en we zitten er bijna op en nu heeft iedereen de energie om de laatste half uurtje even door te komen en dan is het ook echt klaar. De spelers hebben een loodzware week achter de rug. Ze mochten om en om maar een paar uurtjes rust pakken. We slapen maximaal 3 uur of 4 uur, niet langer. En tussen de wedstrijden, soms een uurtje, soms een half uurtje. Dus het slaapritme is helemaal weg. Vannacht was ik heel kapot. Toen ben ik echt het huilen eigenlijk na dan het lachen. Maar nu de adrenaline is en nu we er bijna zijn, valt het eigenlijk wel mee. Maar Joyce heeft minder geluk. Ze liep na een paar uur spelen al een blessure op. Ik ben na 3,5 uur door mijn enkel geklapt. Al op maandag gelijk al. Dus gelijk. En nu? Nu sta ik heel af en toe nog eventjes in het veld om ook de rest een beetje te ontlasten. Want de rest zit er ook gewoon eigenlijk wel doorheen. En dan tikt de klok eindelijk de 101 uur aan en is de ontlading groot. Super trots op iedereen en iedereen is zo lief geweest. En ik ben blij dat ik toch nog voor iedereen er een beetje heb kunnen zijn gewoon. En, het zijn tranen van blijdschap. Blijdschap, vermoeidheid, pijn, alles. Ja. En nu lekker slapen. Helemaal niks doen dit weekend. Met de actie is ook nog eens €4.300 opgehaald voor Only Friends. Een sportclub voor mensen met een beperking.